ziet de opstelling van beide ploegen. Merk dus met het nummer 72 bij Jong Genk. Die hem als laatste wist aan te raken. Galarza, dat is geen goede bal hoor. Abdallah meteen tot bij An-An met de tik terug. Hier is Agemon. Propere afwerking van Yannick Agemon. En het begint allemaal bij die foute terugspeelpaas van Matthias Galarza, de Argent. Waar hij absoluut niets aan kon doen. Hier gaan we dat zien. Rommes meteen tot bij Galarza. Die wil hem terugtikken. Maar kijk eens, via Abdallah en An. En dan... kaatsen tot bij Bourdain. Dudouy. Oh! Schitterende plaatsbal. Emeric Dudouy. Het fijne penseel bovengehaald door de centrale middenvelder van Virton. Maar dit doen ze goed. Een Boyo. Bourdain. Hij krijgt de... Galarza, mooie actie. Oh, en met een gelukje. De goal, wel degelijk. Bastien Thomas met de aansluitingstreffer. Dan is er nog geen sprake van uitbollen in dat laatste kwartier van deze wedstrijd. Want Jong Genk komt dus terug in de wedstrijd. En die kan uithalen. Dan toch geen clean sheet voor de debuterende Virtonese doelman Geronimo de Ridder. Of gaan ze het op een gezapig tempo doen? Opletten, Kouassi tikt hem toch nog door. Oh, Kouassi met de fout. En die heeft al geel, die gaat met rood naar de kant moeten. Ook dat nog. Jules. Hier dus. Ja, die heeft toch wel degelijk eerst de bal. En oké. En dan de vrije trap nu voor Virton. Massangou staat erbij, maar ook Albanese. En het lijkt Albanese te gaan worden. Oh, Albanese. En dan Dudouy komt hem binnen. Dudouy met zijn tweede doelpunt van de avond. Hij wordt de matchwinnaar voor Virton. Waren de kijkers zich een beetje op? Of wat je daar toch van zou verwachten? Opening van Massangou. Agemon met de voorzet. Ja, hier is Mapella. Ho, ho, ho. Bijna 4-1. Hij werd wel bejubeld door de aanwezige supporters. Letellier maakt er een einde aan. Dames en heren, het verhaal van Virton in de Challenger Pro League zit er na enkele seizoenen helemaal op. De ploeg uit de kop.